Het AZC van Drachten wordt uitgebreid. In Balk wordt al druk gebouwd en ik in Snits ben de werkzaamheden begon. Er wordt werken dus om de opvang van asielzoekers in Friesland. Maar het gaat stadig. De processen worden lang en als het besluit aan vallen is, lijkt het bij het COA in Rijswijk weer te vertragen. Zo verneemt burgemeester Tjeerd van der Swan. Ze willen graag beginnen met de bouw, de contracten binnen tekenen, maar... Maar dat vervolgens het COA Rijswijk de ruimte tijd neemt, ik denk nu al zo'n anderhalve maand, om te kijken of de afspraken die we gemaakt hebben, of die daar ook passen. Ik snap wel dat men heel zorgvuldig moet zijn. Het gaat om, denk ik, veel gemeenschapsgeld, geld voor ons allemaal, dus daar moeten we ook zuinig op zijn. Maar anderhalve maand daarover doen en daarnaast de boodschap geven van ja jongens, we moeten opschieten met die opvangplaatsen, anders zitten we zo meteen weer met noodopvang of crisisnoodopvang. Ja, dat is een dubbele boodschap die ik niet begrijp. Dus kun je nog gewoon het circus steen en liek het de gong er net echt in te komen. Ik in oude gemeentes. En dat is wat het COA Noord ik in paard zit. Gemeentes nemen meer tijd om draagvlak te creëren. We komen soms 3 keer opdraven voor een informatieavond. En dat doen we ook graag overigens. Maar daar zie je al aan waar we normaal soms een informatiemarkt deden terwijl de bewoners er al waren. En dat we binnen een week van niets naar een opvang gingen. Ja, nemen we nu de tijd. Maar soms dan gaat het ook wel wat langer duren als mij lief is. En wij willen ook graag snelheid maken. Op dit stuit binnen zo'n plakken dat besluiten is de bouw van een AZC. Gewoon willen uitvrijden oor een nijbouwt. Ik daar rint het komen mij om, want ze ben boen oor regels. In Dokkum Bigeliks willen ze het oor. Dokkum wil heel graag kijken of zij zelf de realisatie kunnen aanbesteden met plaatselijke ondernemers. Nou, dat is nou juist een van die dingen wat enorm veel draagvlak geeft. Maar we zijn ook worden geconfronteerd met allerlei ingewikkelde Europese regels. Daar hebben we ook mensen apart opgezet. Er wordt in Den Haag heel veel over gesproken van waar liggen misschien wel de mazen van de wet. Om de helft van de taakstelling wordt voldien als deze AZC's clear binnen. 3000 plakken. Dan mat nog de oren helden. Dat komt nevens Wolthof goed als alle gemeentes haar intenties ik omzetten in dieren. Maar Van der Swan had op zijn beurt ik een boodschap on het COA. COA Rijswijk, zorg er nou dat er meer lokalo's daar ook mee gaan kijken en maakt het COA van ons allemaal.